Ja, we staan voor, voor een van de opstellingen. Dit kan je zien als een strandslaaphuisje die op poten staat. En er wordt gekeken naar wat het effect is van de onderlinge afstand tussen gebouwen en de hoogte. Met de opstelling wil Rijkswaterstaat zien hoe het op het strand bouwen kunst. Maar ook de dunen en huizen achter de bebouwing beschermst. We zeggen natuurlijk al langer hoe we eigenlijk de paviljoens en de huisjes langs de Nederlandse kust gebouwd willen hebben. We hebben gezegd, we moeten zo, zonder echte theoretische onderbouwing. En we hopen hier een stukje theoretische onderbouwing te kunnen vinden. Wat doen Wien en Sambigeliks met de bebouwing? Hoe moeten de huizen eruit zien? En hoe vier moeten Udelkasteen om de dunen nog genoeg zand te jaan? Dat binnen de vragen dat een antwoord op komen moet. Het effect is al heel snel te zien. Binnen 3 weken zien we al heel veel gebeuren. Dit is het beginniveau geweest van waar het is gebouwd. En in 3 weken zie je al dat er ongeveer 30, 40 centimeter zand weg is. En je ziet het effect van het hoger op palen zetten van een huis al snel gebeurt. En het zand is al de duinen ingegaan. Hartstikke mooi en aardig al hier. Maar Oeral gaat om theater, kunst en muziek. Waarom dan dit onderzoek op Oeral? Het is gewoon kunstig om te zien wat de wind hier doet. Want de wind bepaalt heel veel voor heel Nederland. Er komen heel veel belangstellenden, dus je krijgt publiciteit. En het is ook juist belangrijk om de maatschappelijke vraagstuk aan de kaak te stellen. Het is de perfecte plek om dat te doen. De testopstellings worden naar Oeral weer aanbrutsen. Maar Rijkswaterstaat hoopt dat het onderzoek voor blowende verroering zorgt. Nou, het zou best kunnen dat het totale beleid van strandhuizen op het strand daarin aangepast wordt qua bouwvoorschriften of andere zaken om wel de groei van de duinen mee te kunnen krijgen. Dat Nederland zo veilig blijft.